De gemeente heeft ons beloofd hier te kunnen blijven zitten, totdat er een andere locatie is gevonden voor ons. En anders eventueel verplaatst worden met de bunker. We hebben al meer dan 160.000 bezoekers gehad in 6,5 jaar tijd. Dus het is toch wel belangrijk dat wij blijven. Ja, kan de bunker makkelijk verplaatst worden? De projectontwikkelaar kan dat... kan dat wel. En het is natuurlijk ook voor hun een hele stunt om dat te doen. Hè? Want zo'n bunker is nog nooit verplaatst. We hebben natuurlijk heel veel spulletjes hier staan. En miniatuurbunkers, allemaal gebruiksvoorwerpen uit die tijd die we gevonden hebben. Ook heel veel spulletjes krijgen wij van... Mensen die thuis weer de dingen hebben liggen. En dan kunnen wij dit weer laten zien. Het is heel belangrijk ook dus dat leerlingen en kinderen dus weten wat de geschiedenis was van hun opa of voorouders. En wat die hebben moeten meemaken. Maar we krijgen dus ook heel veel mensen die de oorlog hebben meegemaakt. En die komen dan ook hun verhalen weer aan ons delen. En op die manier verwerken hun ook die tijd. Want goed, na de oorlog, je moest gelijk weer doorgaan. En alles kropte je maar op. En er was verder rest geen hulp. En nu zijn de mensen in de 80. En die hebben dan alles, al die tijd een beetje voor hun moeten houden. En als ze dan hier komen, dan zien ze al die voorwerpen en dan komt het naar boven. Nou, die mensen hebben hele bijzondere verhalen. Echt hele bijzondere verhalen die je dus nergens in een boekje vindt. En die verhalen kunnen wij weer doorvertellen aan andere mensen. Maar ondertussen is ook de verhalen die mensen hebben meegemaakt, kunnen dat kwijt eindelijk. Dus ze kunnen de rugzak met ellende hier achterlaten in de bunker. Het is een bunker uit de Tweede Wereldoorlog. Het is een Duitse bunker. Hier woonden dan 20 Duitse soldaten. En die moesten hier de haven verdedigen. Niet vanuit deze bunker, dus het was echt om te wonen. En er stond hier op de boulevard, zeg maar op de pier, HAVO. Daar stond een kleine bunker met een 5 centimeter kanon. En zodra de geallieerden de haven binnen zouden komen, dan moesten ze vanuit hier... die kant op en hier bepaalde stellingen innemen om de vijand zeg maar tegen te houden. Nou, we hebben alle jongens van 17 tot 40 jaar die moesten gaan werken in Duitsland. He, dus de Nederlanders, Fransen, die moesten gaan werken in de fabrieken. Want normaal in Duitsland waren de soldaten die daar werkten en die werden soldaat. Dus de fabrieken die raakten leeg. Nou, mijn vader moest dus ook, je werd gedwongen. Dan heette je dwangarbeider. Ik heb eerst in Frankrijk gezeten, toen in Duitsland. Heb daar heel veel meegemaakt. Maar 4 maanden voordat de oorlog was afgelopen, moesten ze in een, dat noemden ze dan een, de dodenmars. Hè. Dan moesten ze 7 dagen en 7 nachten lopen. En in de 7e nacht werd mijn vader getipt door een Duitse officier. Dat ze moesten wegkomen uit die rij, want anders gingen ze hun dood tegemoet. Nou, mijn vader die is dus de kanten ingedoken met nog die andere Nederlanders. We hebben een hele nacht daar gelopen in het donker. Die kwamen aan bij een heel klein dorpje. Met 7 boerderijen in the middle of nowhere. En wilden daar heel graag werken totdat de oorlog was afgelopen. Nou, die boer was heel blij, want zijn zonen waren omgekomen in Rusland. Hij had nog een paar dochters en die konden heel goed hulp gebruiken. Nou, mijn vader die kon alles, die kon brood bakken, hij kon machines bouwen, heeft hij ook daar gedaan. En op een 4 maanden later dus, stonden ineens op een morgen alle Amerikanen, die hadden het dorpje omsingeld. Mijn vader stond net brood te bakken, stond met zijn handen in de deeg. Dus hun snel naar buiten en voor die boerderij. En toen zeiden ze, we zijn Nederlanders, goed verzorgd en alles is hier oké. De burgemeester weet dat we hier zijn, dus, en er zijn geen soldaten. Nou, die Amerikanen die trokken op die boerderij waar mijn vader dan woonde. En die hebben daar op de zolder gewoond. Met hun zendapparatuur en alles hebben ze daar gehad.
Mijn vader kon naar huis. En na de oorlog is hij nog vaak met mijn moeder daar langs geweest. Laatste keer, toen was mijn vader in de 80, heb ik nog een keer een rondje gemaakt. De man vroeg, ja, waarom zijn we hier? Ik zei, nou, mijn vader heb hier in de oorlog gezeten, heb gewerkt voor de boer. En de Amerikanen hebben bij jullie op zolder gezeten. Toen zegt hij, oh joh, dat wist ik niet. Hij zei, maar dat verklaart wat. Dus hij is snel naar zolder gegaan. Ik kwam niet terug met dat colaflesje. Nou, die zat toen helemaal onder de spinnenwebben. Maar wat is nou het verhaal? Dat colaflesje is door mijn vader zijn bevrijder, leeggedronken. Dat is een Amerikaanse soldaat. En die heeft het daar op de grond geslingerd. Dat heeft daar 58 jaar gelegen.